Nog nooit was er ergens ter wereld onder een historische stad, soms nog door houten paalfunderingen heen, een metro aangelegd. Je gaat je ook steeds meer afvragen, heb ik het goed gedaan en zo niet, wat heb ik dan precies fout gedaan? Had het anders gekund en hoe had het dan anders gekund? Eigenlijk was er oorlog overal. Er was oorlog in de bouwput, want de aannemers die zaten elkaar te bevechten. Er was oorlog met de aannemers, er was oorlog met de ondernemers en er was oorlog eigenlijk met de bewoners die geen vertrouwen meer hadden in het project. Wij vragen om uw zegen over al diegenen die met ons verbonden zijn en met dit project. Zo mogen wij deze boer zegenen. Noortje, ik zegen jou in de naam van de Vader. In naam van de Zoon en in naam van de Heilige Geest. De levende zegenen en behoeden u. De levende doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u. De Noord-Zuidlijn. Het grootste en duurste project waar de stad ooit aan begon. Hij is klaar en het moet de vervoerslagader van de stad worden. Vele miljoenen reizigers moeten een snelle rit onder het oude Amsterdam kunnen maken. De lijn is ontegenzeggelijk een technisch hoogstandje en een aanwinst voor de stad. Maar dat de route naar de aanleg niet de schoonheidsprijs verdient, is ook een absolute zekerheid. Er zijn ontelbare verhalen verbonden aan de lijn. Wij blikken terug met 6 mensen die allemaal op hun eigen manier een belangrijke rol hebben gespeeld in de roerige geschiedenis van de Noord-Zuidlijn. De aanleg van de Noord-Zuidlijn is zo goed als zeker. Amsterdam krijgt 1,6 miljard gulden van het Rijk voor het ondergrondse deel van de nieuwe metrolijn. Het is 1993, een kwart eeuw geleden. Na een hele lange tijd van afkeer durft Amsterdam weer hardop te dromen van een nieuwe metrolijn. Het was een pijnlijk punt na de dramatisch verlopen bouw van de Oostlijn. De veldslagen in de Nieuwmarktbuurt over de Oostlijn lagen nog vers in het geheugen. En ook de kostenoverschrijving van meer dan 500 miljoen gulden bij de aanleg van de lijn naar de Bijlmer was nog niet vergeten. Daarom was het woord metro lang taboe. Ik ben hier voor het eerst mee begonnen in 1990. Toen noemden we hem nog snelnet. Uiteraard was het woord metro wel bekend, maar dat was toch nog zo'n beladen begrip dat we zijn begonnen met de uitbreiding van het snelnet. En eigenlijk is sinds 1994, toen we weer echt heel intensief met de inspraak zijn begonnen, is het woord metro weer gevallen. De route van de lijn ligt grotendeels vast, van noord naar zuid, onder het IJ door, onder het oude centrum ook. Het is technisch allemaal haalbaar, denkt men, maar al in een vroeg stadium wordt er gemorreld aan de route. In het chique Oud-Zuid zitten machtige mensen er niet op te wachten. Als die Noord-Zuidlijn doorgaat zoals dat gepland is, dan moet dat stuk over 10 jaar weer op de schop. En dat dus met het oog op allerlei bezuinigingen die uitgevoerd worden, vinden wij dat gewoon een heel vreemd beleid. Kunt u zich dat voorstellen? Het idee was dat de Noord-Zuidlijn na de Vijzelgracht onder de Boerenwetering door zou gaan. Wat qua techniek en daarmee ook kosten erg overzichtelijk zou zijn geweest. En daar woont nog steeds een beetje de elite van de stad. Advocaten, notarissen, hoogleraren, politici. Ook de aanleg van een metrostation voor de Rai is de vrienden een doorn in het oog en zal wellicht de ondergang betekenen van de kruidentuin. Het station zoals het er nu uitziet komt dan wel ondergronds. Maar je kunt je dan wel voorstellen dat in elk geval dan die kruidentuin verdwijnt. En dat mag niet? Wij vinden dat er geen vierkante centimeter meer van het park mag verdwijnen. Op het stadhuis kregen ze op een gegeven moment buikpijn van die mensen. En om van het gedoe af te zijn, hebben ze hem toen hier neergelegd. We hebben gekozen voor een route onder de Ferdinand Bol, onder de Scheldestraat en het Europaplein door. Daardoor is hij wel een stukje duurder geworden. Daardoor is hij veel duurder geworden, ook omdat er een taboe rustte op sloop. Dat had dan weer te maken met de geschiedenis van de eerste metro die aangelegd werd, de Oostlijn.
Want daarvoor moest de Nieuwmarktmuur worden gesloopt. En dat leidde in de jaren 70 echt tot een opstand in de stad. Waardoor sloop een volstrekt taboe was. En het had hier gekund maar een paar panden slopen, had het gekund voor veel minder geld. En dan had je de twee metrobuizen, de ene naar noord, de andere naar zuid, naast elkaar kunnen leggen. Maar omdat er niks gesloopt mocht worden, moesten ze in die smalle Ferdinand Bol onder elkaar. Wat een technisch hoogstandje vergde. En hoe dieper je gaat graven, hoe hoger de kosten worden. De aanleg van de ondergrondse Noord-Zuidlijn en de IJrail dreigt 700 miljoen gulden meer te gaan kosten dan de beraamde 2 miljard. De overschrijding staat in een uitgelekte brief van directeur Smit van het gemeentevervoerbedrijf aan het stadsbestuur. Het ministerie heeft laten weten niet op te willen draaien voor het tekort. De Noord-Zuidlijn die Amsterdam-Noord met Schiphol gaat verbinden en dwars door het stadscentrum loopt, zal zeker 300 miljoen gulden hoger uitvallen dan beraamd. Ook de IJrail die wordt aangelegd tussen het Centraal Station en het aan te leggen eiland Eiburg lijkt miljoenen duurder te worden. Proces voor. Je gaat eerst op hele grove cijfers keuze maken wat je precies wil. En vervolgens ga je die keuze uitwerken. En dan komen de echte bouwkosten aan de orde. Je maakt een plan met indicatieve bedragen erbij. En hoe verder je dat programma afloopt, hoe meer moeilijkheden je in dat programma tegenkomt. En dan stel je kostenraming bij. Vooralsnog ga ik ervan uit dat het Rijk dat betaalt. Al bij aankomst in de pijp werd burgemeester Partijn belaagd met vuurwerk. Intussen was men in en om de Ferdinand Bol allerminst tevreden. Partijn, die verantwoordelijk wethouder Bakker van Verkeer verving, werd het spreken voortdurend onmogelijk gemaakt. Gisteren besloot het stadsbestuur dat de Noord-Zuidlijn dwars door de Amsterdamse pijp moet gaan lopen. Bewoners en winkeliers vrezen de aanleg van de metrolijn onder de Ferdinand Bolstraat. Maar het is wel zo dat alle winkeliers, zoals het besluit op nu ligt van BNB, want de raad heeft nog niet gesproken, wordt er voor 240 miljoen gulden extra ongeveer 450 faillissementen verwacht en 22 ontslagen. Hartelijk bedankt. Onze boel moet beslist kapot gemaakt worden voor de hoogmoedswaanzin van dit bestuur. Ze zijn bezig met de plannen van de jaren 30 in het jaar 2000 erdoor te drukken. Maar als er geen maatregelen worden... Het aanleggen van de lijn en de bouw van een ondergronds station aan de Ceintuurbaan duurt 5 jaar. En die 5 jaar was wat optimistisch begroot. Er zijn een paar generaties opgegroeid die bouwput voor hun neus hebben gehad. En het is voor die mensen heel prettig dat daar nu een einde aan is gekomen. U zegt wel dat u eventuele schade zult vergoeden, maar wat kopen bewoners van een pijp daar überhaupt voor? Welke garanties kunt u geven? Dat zegt toch helemaal niks? Als het aan mij ligt, komt er een referendum over dit onderwerp. En ik weet zeker dat we allemaal nee zullen zeggen tegen deze domme Noord-Zuidlijn. En dat referendum kwam er ook. De handtekeningen voor een referendum over de komst van de Noord-Zuidlijn zijn binnen. Ruim 36.000. En die werden vandaag overhandigd aan wethouder Jikki van der Giezen. Zodra alle handtekeningen zijn gecontroleerd, is de komst van het referendum een feit. De actievoerders hebben echter één bezwaar. De datum voor het referendum valt net in de zomervakantie. Het referendum komt er als er 24.900 geldige handtekeningen tussen. De wethouder heeft 25 juni geprikt als datum waarop het referendum wordt gehouden. Maar het referendumcomité heeft hier bezwaar tegen. De dag valt namelijk net voor de schoolvakantie. Volgens de actievoerders zijn dan veel mensen de stad uit. Om de campagne ook mogelijk te maken, willen wij u heel dringend verzoeken om bijvoorbeeld het referendum niet op 25 juni, maar op 11 juni te houden. Een andere datum, is dat een optie? Nee, wat mij betreft niet. Maar toevallig ken ik de praktijk van het onderwijs en dit herken ik niet. Maar nogmaals, het is heel simpel, het gebeurt niet. Nou ja, goed. Het overleg is nog niet geweest. We moeten niet vooruitlopen op de zaak. Maar wij denken dat we een heel sterk argument hebben en dat er alleszins gerechtvaardigd is om het iets eerder te doen. Het jaar daarop waren er raadsverkiezingen. En het had voor de hand gelegen om het te bundelen met andere verkiezingen. Het had ook voor de hand gelegen om het niet in de vakantietijd te doen. En dat is allemaal niet gebeurd. Ze hebben zitten puzzelen in het toenmalig college.
om ervoor te zorgen dat die opkomst niet al te hoog zou worden. En er was net een hogere drempel opgebouwd ook om de uitslag geldig te verklaren. Het aantal stemmen tegen bedraagt 79.861 en dat betekent een percentage van 64,8. Het opkomstpercentage is 22%. Er staat vast, de Noord-Zuidlijn komt er. Toch, meneer Bakker? Ja. Dat is de conclusie dan, hè? Ja, daar ben ik heel tevreden mee. Ernst van Lohuizen van het referendumcomité. Verloren, zo mag ik het zeggen, of niet? Wat denk je? U mag dat zo zeggen, maar wij voelen ons natuurlijk de morele winnaars van dit referendum. 2-1 zegt nee. Maar helaas, de lat lag erg hoog en dat hebben we niet gehaald. De gemeente mag dus doorgaan en gaat ook door. Maar de discussie over de kosten leidt keer op keer op. De aanleg van de Noord-Zuidlijn is begroot op bijna 2 miljard gulden. Het Rijk heeft toegezegd om 95% hiervan te betalen. Maar sceptici zijn bang dat de aanleg duurder uitvalt dan begroot. Grote vraag is dan wie er opdraait voor die kosten. De Amsterdammer door een verhoging van de gemeentebelasting of het Rijk. Volgens wethouder Edgar Peer is het uitgesloten dat de Amsterdammer dit moet betalen. Voordat de gemeenteraad definitief zegt de Noord-Zuidlijn komt er, zal een waterdichte afspraak met het Rijk gemaakt worden over de bekostiging. En dan is het 1999, een cruciale fase voor de Noord-Zuidlijn. Dit is de dag, hè? Voor de Noord-Zuidlijn. Ja, de Tweede Kamercommissie die gaat vanmiddag zeggen of ze akkoord zijn met het voorstel van minister Netelenbos om 2 miljard gulden voor de Noord-Zuidlijn ter beschikking te stellen. Een beetje gespannen was wethouder Frank Keuler vanmorgen wel. Bij het vorige debat kreeg Amsterdam tenslotte een domper te verwerken. Het besluit werd toen uitgesteld. Over dit debat is de wethouder optimistisch. Stel dat het onverhoopt toch allemaal misgaat, wat betekent dat voor de stad? Nou, dat gaat niet mis. U bent erg zelfverzekerd. Ja, ik heb er alle vertrouwen in dat de Kamer tot de voor ons gunstige conclusie komt. En dat zij instemmen met het voorstel van de minister. Stel dat het toch niet lukt, wat betekent dat voor de stad en voor de positie van de heer Keulen? Ja, nee, daar kan ik helemaal niet op vooruit. Ik kan me gewoon niet voorstellen. In de zogeheten lump sum deal wordt afgesproken dat Amsterdam alle risico's gaat dragen in ruil voor een extra bedrag van minister Netelenbos. Kan de minister waarborgen dat alle kosten in beeld gebracht zijn en dat wij dus niet opnieuw voor verrassingen komen te staan? Pas nadat de minister dat toezegde, liet de VVD-woordvoerster weten haar fractie te zullen adviseren in te stemmen met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De risico's van Amsterdam, alle woordvoerders hebben erover gesproken. Het is absoluut zo dat door middel van de contracten die met Amsterdam worden gesloten, 2,125 miljard, dat is het bedrag waarvoor we het moeten doen. En no way dat men langs kan komen wanneer onverhoopt zaken anders gaan. Ook het CDA stemde tenslotte in met de aanleg. Maar de partij wil wel dat de nieuwe metrostations veiliger worden dan de huidige. Als ze er al binnen durven, dan moeten ze om de trein te halen eerst over 3 junks heen stappen. En het wisselgeld goed vasthouden om het niet kwijt te raken. En dan heb ik het nog niet gehad over de graffiti of de graffiti of hoe ze dat mogen noemen. Het zwartrijden, kortom de algehele verloedering van die stations. Wethouder Frank Keuler sprong na afloop van de bijeenkomst op om de minister te feliciteren. Nou, ik wil haar even feliciteren met het feit dat ze haar voorstel, dat ze daar voldoende politieke steun voor heeft. U heeft ruim 2 miljard binnengekregen voor de stad. Ja, dat klopt. Dus u bent de grote winnaar, toch? Ik ben blij. Hosanna in Amsterdam dus. Maar was dat wel terecht? Niet om hem nou aan te vallen of af te vallen. Maar wat daar gebeurd is, die deal waarbij Amsterdam tegen een eenmalig bedrag alle risico's overnam. Een deal die Amsterdam eigenlijk door de strot geduwd is door toenmalig minister Tineke Netelenbos. Die had nooit gesloten moeten worden. Daar had Amsterdam toen keihard nee tegen moeten zeggen. En de dramatische gevolgen van deze deal zouden later duidelijk worden. Amsterdam was intussen begonnen met proefboren. Ja, deze locatie is specifiek uitgezocht omdat de grondopbouw exact gelijk is aan de grondopbouw in de binnenstad. Dus bij de Munt bijvoorbeeld weet je nu, als ik het met houten palen doe, wat er dan gebeurt? Ja, we hebben hier precies dezelfde grondopbouw als bij de Munt.
Bij het boren is het zaak dat de grond onder die palen niet verzakt. Daarom wordt de bodem versterkt door er onder hoge druk vloeibare zandcement in te spuiten. Het blijkt dat als de grond verhard is, dat die niet meer verplaatst. Dus op het moment dat we de verbeteringsmethode hebben aangebracht, wordt de grond als het ware versteend als rots. En wat betekent dat dan voor de huizen die er bovenop staan? Nou, dat betekent in dat geval voor de huizen die er bovenop staan, dat op het moment dat de boortunnel langskomt, die huizen niet of nauwelijks meer kunnen verplaatsen. De resultaten van de proefopstelling worden dagelijks in de computer verwerkt. En de eerste uitslagen zijn hoopgevend. De grond wordt als het ware verhard tot beton. Ja, helemaal versteend. De grond rond palen, maar ook tussen de palen en onze bouwactiviteit, die maken we heel erg sterk en keihard. Dus wat jullie eigenlijk doen is een soort van ondergrondse rotstuin aanleggen? Nou, zo groot wilde ik hem niet maken dat we het een tuin kunnen gaan noemen. Maar op die paar plekken waar het echt nodig is, zullen we dat doen. Als het allemaal goed blijft gaan, duikt in de zomer van het jaar 2003 de echte boor bij het Centraal Station de grond in. Die boor, circa 40 meter lang met een doorsnee van ruim 6 meter, gaat er met een snelheid van 8 meter per dag onder het damrak door richting de Munt. In de Stopra had Frank Keuler inmiddels plaatsgemaakt voor Geert Dales. Die zag dat Amsterdam al vele miljoenen had uitgegeven aan die metro. Die vraag hebben wij in het college ook vaak gesteld. Kunnen we de zaak nog stopzetten? Ja, in principe kan dat. Daar zijn ook allerlei notities over gemaakt. Maar dan heb je natuurlijk altijd allerlei nadelige gevolgen. Om te beginnen, dan komt er geen Noord-Zuidlijn. Je bent een hoop geld kwijt, maar dat is misschien nog niet het ergste. Maar je hebt ook geen Noord-Zuidlijn. En dat is nog een veel belangrijker overweging geweest om te zeggen, ja, wij geloven in nut en noodzaak van die lijn. Dus ondanks wat er gebeurd is, en ondanks dat daar geld bij moet, we gaan wel door. Het is interessant om te weten dat over de Noord-Zuidlijn 7 keer een go-besluit genomen is. Of een no-go-besluit niet is genomen. Dus er is eigenlijk 7 keer ja tegen die lijn gezegd. Ja, er komt ook een moment dat je door moet gaan. En niet nog eens voor een 8e keer kunt zeggen, nou, we doen het toch maar niet. En dan is het 2002, het laatste grote go-moment voor de Noord-Zuidlijn. Bekende Amsterdammers verenigen zich tegen de lijn. Ze vinden hem veel te duur. In 2007, hij is gewoon onnodig, want in 2007 of daaromtrent is er een cirkeltrein rondom Amsterdam klaar. Van waaruit je overal rondom Amsterdam direct in Amsterdam Centrum kunt komen. Amsterdam is sterk in het nemen van beslissingen over projecten die achterhaald zijn. Hè? Zoals dus deelraad, om maar eens een voorbeeldje te noemen. Kijk, dat was 20 jaar geleden, had dat misschien zin gehad, deze lijn. Maar nu, sinds de leegloop van de binnenstad, alle kantoren zijn verdwenen, is het totaal overbodig geworden, deze lijn. De ondertekenaars geloven niet dat de gemeente alle risico's kan verzekeren. En al helemaal niet dat ze kan garanderen dat het niet duurder wordt. Dus het is echt allemaal geld pompen in modder. Oktober 2002. Geert Dales moet aan de raad verkopen dat Amsterdam slechts 4% voor de risico's van de Noord-Zuidlijn heeft begroot. U geeft ons geen garantie voor 132 miljoen, begrijp ik. Ja, die geef ik u wel. Geeft u me wel. Zegt u precies, dan, met zegt de woorden dan, zoals ik net gezegd zegt u dan ja, nee, ja, ja. Nee, meneer Manuel, uw wereld is misschien zo simpel. Maar de onze is iets gecompliceerd. Nee, meneer Dales, mijn wereld is niet zo simpel als luister dan goed wat ik zeg. Ik zal het herhalen, want het is buitengewoon cruciaal. Wij zeggen, met die extra gemeentelijke bijdrage van 132 miljoen... zijn wij ervan overtuigd dat het kan. En we hebben u geleverd een lijst waarin heel precies alle risico's die we hebben kunnen bedenken zijn opgenomen. En we hebben ook, voor zover we dat kunnen, die risico's gekwantificeerd. En we hebben gezegd, het staat ook gewoon in de stukken, als alle risico's zich tegen het maximale bedrag materialiseren, dan komen wij hier financieel niet mee uit. En de kans dat dat gebeurt, zeg ik gelijk bij, die sla ik buitengewoon laag aan. En daarom zeg ik dus, namens het college, voor die 132 miljoen kan het. En toen is hij verder gegaan dan dingen te zeggen als, we gaan ons uiterste best doen om te zorgen dat er geen overschrijdingen komen. En op een gegeven moment was hij iets zat en zei hij tot 2 keer toe, we gaan niet overschrijden. Wie gaat het betalen als er overschreden wordt? Ja, nou, we gaan niet overschrijden. Kunt u dat nog één keer hard opzetten? We gaan niet overschrijden, we hebben de boel goed voor elkaar. Dat was geen belofte, dat was een garantie, een goudgerande garantie waarmee hij zichzelf in de hoek zette. En dat is hem eigenlijk tot op de dag van vandaag nagedragen. Dat had u niet moeten doen? Nee, dat had ik niet moeten doen. Nee, ik heb dat natuurlijk heel vaak teruggekeken. Hoe heb ik dat gecommuniceerd?
Het staat vast en ook op beeld dat ik de Raad uitgebreid heb geïnformeerd over alles wat zij behoorden te weten. Ook over de risico's die hier aan vastzaten. Maar ik heb door die manier van communiceren en door die tekst natuurlijk de indruk gewekt van een spijkerharde garantie. En er zijn wel mitsen en maren gegeven, maar het beeld dat blijft hangen is ja, een garantie dat dit binnen het budget kan. En dat was natuurlijk niet verstandig. Had het ooit gekund voor dat originele bedrag? Nee. Nee, het originele bedrag was natuurlijk een politiek gegeven. Maar iedereen in mijn positie die weet als je in dit soort omstandigheden een project gaat maken met een nieuwe techniek en je gaat uit van 4% onvoorzien, dat dat een utopie is dat je het voor dat budget kan waarmaken. Ik heb altijd de uitspraak van 4% is verantwoord, maar moet voldoende zijn. Hè? Krap bemeten is het wel. Krap bemeten, maar kijk, een gemiddeld fietspad krijgt in Amsterdam 10% mee als risico. Want je weet nooit wat je tegenkomt. En een metro met dit risico krijgt 4% mee. Dus dat besluit is vooral gericht geweest om het te kunnen nemen van het besluit. En wie weet, dat zullen we nooit weten, had dat besluit anders nooit meer genomen geweest. Dat was ook het gevoel in de Stopera op dat moment. This is the moment, hè. Heel sterk, ook nog later door burgemeester Cohen ook nog vertaald in de enquête. Er werd wel meteen gelachen, hè, toen hij dat zei in de Raad. Als hij dat voor het eerst zegt, dan wordt er door de Raad wordt gelachen. Men gelooft het eigenlijk toch niet? Nou, ik denk ook dat in Amsterdam, dat heeft later niemand willen toegeven. Maar van meet af aan was de brede gevoelen in het stadhuis, in de gemeenteraad, in het college, dat het budget niet afdoende zou zijn. Ja, je hebt het over een utopie. Dat had iedereen dus eigenlijk wel kunnen weten ook. En ik denk dat heel veel mensen het ook wisten. De Raad gaat akkoord. Amsterdam verbindt zijn toekomst aan de Noord-Zuidlijn. Bouwers en ambtenaren van de gemeente tekenden contracten voor een project dat Amsterdam de komende jaren op zijn kop zal zetten. Ook de directeur van Max Beugel was overgevlogen uit Duitsland. Zijn bedrijf gaat de stations Rokin, Vijzelgracht en Centuurbaan bouwen. De commissie van wijze mannen, die de gemeente jarenlang adviseerde over de Noord-Zuidlijn, heeft meerdere keren gewaarschuwd voor de enorme risico's van dat station Centuurbaan. Maar Beugel ziet het wel zitten. Wir sind fest überzeugt, dass wir diese theoretischen Risiken in Griff bekommen kann. Wir haben ähnliche Objekte auch schon in Berlin und München gemacht und gerade der Berliner Boden und auch die Gegebenheiten dort sind ja ähnlich. Also ich glaube schon, dass wir auch diese potenziellen Risiken in Griff bekommen kann. De bouw van de Noord-Zuidlijn is begonnen en daarom tijd voor een feestje en een speciaal gecomponeerd muziekstuk. Tijd ook om terug te kijken op 50 jaar praten, praten en nog eens praten. We gaan nu eindelijk beginnen met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Eindelijk. De metrodiscussie in Parijs over hun Noord-Zuidlijn, de Meteor, kwam ongeveer tegelijkertijd met die van Amsterdam. Met één groot verschil. De lijn in Parijs is al in gebruik genomen en wij moeten nog beginnen. Voor minister De Boer was dit de gelegenheid om even stil te staan bij de omvang van het project en ook de kosten die daarmee gepaard gaan. Meer dan een miljard van het Rijk voor zo'n project is natuurlijk ongelooflijk veel geld, laat wel zijn. En zeker in deze huidige periode van schaarste, waar de economie toch behoorlijk terugloopt, zit je toch nog wel eens likkebaardend te kijken, zullen we maar zeggen, naar dit soort bedragen. En wat dat betreft feliciteer ik vandaag de gemeente Amsterdam nog een keertje extra met het behaalde resultaat. Want ik denk dat het in de toekomst minder makkelijk zal zijn om dit soort bedragen überhaupt gefinancierd te krijgen. D66, de SP en Mokomobiel kwamen vandaag niet op dagen. De discussies over de verzekering van de metrolijn zijn nog niet afgerond en daarom komt een feest dus voor hen te vroeg. En ook onder de aanwezigen waren gemengde gevoelens over het tijdstip van de viering. Nou, het feestgevoel wil nog niet echt komen, want we moeten nog zoveel problemen oplossen dat ik in mijn hoofd nog meer bezig ben met de problemen dan ik denk dat ik pas echt een feestelijk gevoel heb als die in 2011 rijdt. Die lijn die gaat er denk ik wel komen. En dan is dat wel een feestelijke gebeurtenis als dan de echte bouw wordt begonnen. Maar ik begrijp wel dat mensen met een beetje dubbele gevoelens dan zitten. Dat heb ik zelf ook wel. Erg feestelijk. Waarom?
dit is toch een beetje een psychologisch moment. Het gaat nu echt door. Ja, er moet nog wel een verzekering gesloten worden. We hebben het vandaag niet over. En dus kon er eindelijk over boren worden gesproken. Het project bestond ruwweg uit twee fasen. Het bouwen van de stations en het boren van de lijn zelf. Je hebt een aantal manieren waarop je een tunnel kan maken. Hè? Normaal als je onder het water doorgaat, zoals hier bij ons onder het IJ, maar zelfs ook onder Amsterdam CS door, daar is een tunnelelement ingevaren, zeg maar een hele grote luciferdoos van beton, en afgezonken. Dat is echt ook een piekeur stukje werk geweest, zeker onder het station door. Aan de andere kant heb je ook het boren van tunnels, wat wij met ons team met name hebben gedaan. En dat zijn we vanuit een caisson, dus ook zo'n afgezonken luciferdoosje, vlak voor het Centraal Station, zijn we begonnen met het boren van de tunnels. Maar eerst de stations dus, en op dag 1 ging het al fout. Behalve het af- en aanrijden van serviceauto's van de Nuon lag het Rokinner vanmiddag verlaten bij. Trams, auto's en fietsers mochten de straat niet in. Omstreeks 12:30 vanmiddag werden bij graafwerkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn maar liefst 2 gasleidingen geraakt, waarna de buurt werd afgezet. Men was hier bezig met sonderingswerkzaamheden. Dat betekent dat men met een boor in de grond gaat kijken wat voor soort grond er is of zo. Dat betekent dat men tijdens dat boren een leiding heeft geraakt, een gasleiding. En die leiding die raakt lek op 2 plekken. Het is wel heel apart. We zitten hier net een maandje in dit pand. En het is de eerste dag dat we echt een grote groep mensen hebben uitgenodigd. En die konden hier niet komen. Dus die waren met openbaar vervoer. Dus die zijn we moeten komen halen. Maar die zitten nu allemaal binnen gelukkig. Als je wat wil eten, kan je nu binnenkomen. Is geen probleem. Ik heb gewoon gas. Ik kan gewoon koken. Bij mij is de gas niet afgesloten. Dus ik ben gewoon mijn mise en place aan het maken voor vanavond. Dag 1 van de Noord-Zuidlijn. En het hele centrum lag plat. Wij moesten een beetje grinniken hier op de redactie. En ik denk dat heel veel Amsterdammers dat ook hebben gedaan. Werd er ook om gelachen in het stadhuis? Nou nee, dat zijn het soort dingen waar je niet op zit te wachten. Tegelijkertijd weet je dat er enig moment iets dergelijks kan gebeuren. Dat het nou meteen aan het begin is. Dat is een beetje snel. De gemeente doet er alles aan om eventuele ellende te monitoren. Op de Vijzelgracht bijvoorbeeld is een uitgebreid monitoringssysteem geïnstalleerd. In 2003 blijkt dat hard nodig. We hadden dus te horen gekregen van de buurman dat ze gestopt zijn met werkzaamheden hierover vanwege de Noord-Zuidlijn. Omdat dus wat vermoedelijk ons pand aan het zakken is. En ja, wij hebben nog helemaal niks officieels vernomen. Dus eigenlijk weet ik helemaal niks. Ze zijn er niet blij mee, maar wie wel. Wie is er niet blij mee? Ik denk de winkeliers hier aan. Waarom niet? Lekker rustig. Teringzooi is. Het meetsysteem van de bouwers gaf aan dat een hele rij winkelpanden aan de Vijzelgracht 1,5 tot 2 mm is verzakt. Volgens de uitvoerder is 3 mm de kritische grens. Dus werd de boel stilgezet. De winkeliers reageerden gelaten. Ze zeggen zelf, nou, we vonden het toch wel zo ernstig. We leggen de boel maar plat voordat het erger wordt. Dus misschien dat het ook al consequenties kan hebben voor uw pand, want u zit er tenslotte naast. Ja. Maar dat is het vervelende, dat je heel weinig informatie van ze krijgt. Opeens stoppen ze met werk, maar voor de rest weten we helemaal niks. Geert Dales, de voormalig wethouder Financiën, heeft gisteravond afscheid genomen van Amsterdam. Een afscheidsreceptie met zijn naaste medewerkers en politici. Dales wordt burgemeester van Leeuwarden. En Dales zou Dales niet zijn om te vertrekken zonder een laatste opmerkelijke uitspraak. Namelijk, de politiek moet rekening houden met een Noord-Zuidlijn die veel duurder kan gaan worden dan voorspeld. Die Noord-Zuidlijn is een groot en risicovol project dat een lang verlopende tijd heeft. En er kan natuurlijk wat gebeuren. Dus het is helemaal niet uitgesloten dat er een moment komt dat blijkt dat hier of daar er weer een beetje geld bij moet. En dan zeg ik, zo wat, zo wat. Als dan blijkt dat zo meteen er een beetje geld bij moet, dan zeg ik, doe dat dan even. Zeur daar niet te veel over, want die lijn is van cruciale betekenis voor de toekomst van Amsterdam. Je staat voor een groot zwart gat, daar kijk je in. En dan probeer je het zo goed mogelijk te doen en dan neem je alle overwegingen mee. Maar er is een belangrijke mate van onzekerheid. En dat is natuurlijk wat besturen ook is, besluiten nemen in een hele onzekere context. In 2004 blijkt dat de deal met minister Netelenbos voor Amsterdam helemaal niet zo'n goede deal was. De Noord-Zuidlijn wordt veel duurder en Amsterdam moet het allemaal ophoesten. Vandaag vergaderde het college van BMW uitvoerig over de extra kosten. Volgens betrouwbare bronnen gaat het om een overschrijding van maar liefst 90 miljoen euro. Dat vind ik enorm veel. Ik ben daar ook
behoorlijk van geschrokken. Nou, het gaat om zo'n groot bedrag, 90 miljoen. Dat is ten opzichte van de totale bijdrage van de gemeente, die is 320 miljoen, is dat een overschrijding van bijna 40%. Er komt een commissie onder leiding van oud-minister Winnie Zorgdrager. Zij constateert dat Amsterdam de risico's slecht in kaart heeft en dat het snel beter moet. Maar de stad kan wel door met bouwen. Deze massa beton en staal is het zogenaamde caisson dat uiteindelijk de startschacht van de Noord-Zuidlijn moet gaan worden. Als de bak eenmaal op de juiste diepte is, dan worden hier binnen twee enorme boormachines gebouwd. Met deze boren wordt een metrobuis onder de stad gegraven. Maar eerst moet het caisson op 25 meter diepte komen te liggen. En dat gaat als volgt. Op dit moment wordt het zand dat onder de bak ligt vermengd met water. Het mengsel wordt met verschillende pijpleidingen afgezogen, zodat onder het caisson een holle ruimte ontstaat. Op het moment dat de bak op geen enkele plek meer op het zand steunt, dan begint hij te zakken. Als die grond allemaal weg is, dan ja, draagt de grond het caisson niet meer, dus die gaat zakken. Nou, er zijn er nog mensen die houden in de gaten, zakt die scheef. Hè? Dan komt er een telefoontje, jongens, stoppen daar en in een andere hoek even verder, hè? Want hij moet weer recht komen. En op die manier wordt het hele proces gecontroleerd, totdat we op de aangegeven diepte zijn. En dan komen we in hele oude grondlagen. 11.000 ton, dat is het gewicht van dit zinktunnelelement. Jarenlang hebben tientallen ingenieurs zich met de constructie ervan bezig gehouden. 4 sleepboten manoeuvreerden het onderdeel vandaag over het IJ naar het westelijk havengebied. Morgen gaat een tweede element die richting op. Het zijn toch wel behoorlijke elementen, 140 meter lang, zo'n 8 meter diep, 12 meter breed. En het weegt 11.000 ton, zo'n 11 miljoen kilo dus. Dus dat zijn enorme gewichten. Daarom zie je ook maar alleen het uiterste stukje van het dek nog net boven water. Hij drijft net. Hij moet ook niet te hoog liggen, want dan wordt hij instabiel. Maar het zijn toch wel behoorlijke afmetingen. Het ziet er nu meer uit als braakliggend terrein, maar hier voor de RAI moet een stuk metrotunnel voor de Noord-Zuidlijn komen te liggen. In januari is met de bouw begonnen. Het is nu nog moeilijk voor te stellen dat hier over een paar jaar een metro doorheen zal rijden. Er moet ook nog wel wat gebeuren voordat hier straks een metro rijdt. Maar het is wat dat betreft wel een belangrijke stap dat we nu deze Kuip helemaal leeg en gereed hebben. Zodat we hier straks de metrotunnel kunnen gaan bouwen. Deze bouwkuip is het eerste gedeelte van het traject tussen het Scheldeplein en de A10, dat in 2009 klaar moet zijn. Door de RAI is dit een belangrijke verkeersader. Op dit gedeelte komt dan ook een ondergronds metrostation dat er zo uit moet gaan zien. Met de bouw van het station gaat het dus voortvarend. Maar hoe zat het nou met die risico's? Amsterdam heeft inmiddels een nieuwe wethouder. Wanneer wist u eigenlijk dat u in een heikel dossier terecht was gekomen? Nou, dat wisten we al van tevoren uiteraard. Omdat bij de selectie was al duidelijk dat niet heel veel mensen hier zin in hadden. En iedereen voelde wel dat er iets aan de hand was met de Noord-Zuidlijn. Dat er ook veel negatief nieuws zou komen. Nog niet weten de hoeveel en de diepte daarvan. Waarom heeft u dat dan toch aangenomen? Ik hou wel van ingewikkelde klussen. Ik was ook echt overtuigd dat de metro Amsterdam echt vooruit zou helpen. En dat vind ik nog steeds overigens. Omdat een stad als Amsterdam en zijn regio, die heeft een metro nodig om zoveel mensen zo snel te gaan vervoeren. Onder Tjeerd Herma waait er een andere wind over de Noord-Zuidlijn. Hij vervangt het projectbureau dat tot dan toe erg gesloten is geweest naar buiten. En laat een reële berekening van de kosten van de Noord-Zuidlijn maken. En wat er dan ontstaat, is een schrikbeeld. Toen ik begon was 2012 was de planning. Toen was het al bekend overigens dat dat maar 5% kans had dat dat ooit zou kunnen lukken. En met de planning die ik toen heb afgegeven in oktober 2017 was het een hele hoge kans dat het zou slagen. En die planning heeft ook heel lang stand gehouden tot aan het proefdraaien van de metro zelf. Met lood in zijn schoenen was Noord-Zuidlijn-wethouder Tjeerd Herma vanochtend naar zijn werk gegaan. Niet vreemd, want moeten meedelen dat de bouw van het prestigeproject van Amsterdam opnieuw duurder is geworden, is geen prettig vooruitzicht. En helemaal niet als je moet vertellen dat een metrolijn van krap 7 kilometer nu meer dan 2 miljard euro kost. Is dat niet een beetje te veel van het goede?
Dit is natuurlijk een heel ingewikkeld technisch project, dwars onder de grond en alles moet door functioneren in de stad. En dat doet het gelukkig ook, elke dag weer. Dus de rekening loopt fors op. Dat heeft te maken, denk ik, dat er een forse onderschatting is geweest van alle risico's die bij dit project spelen. Dus dat is ook de harde werkelijkheid die ik vandaag moet presenteren. Zeker als je je beseft dat iedere euro die de Noord-Zuidlijn meer kost, betaald moet worden door de stad en dus door haar inwoners. Dus de nieuwe directie kwam met een beeld die ik bijna op dat moment ook niet voor mogelijk had gehouden. Dat er nog eens een keer 300 miljoen bij moest. Op grond van hun visie en dingen die ze allemaal waren tegengekomen. En daarna kwamen de verzakkingen ook nog eens een keer langs. En dat ging eigenlijk op iets heel lulligs. Gewoon een damwandje. Een damwandje die elke dag zo'n beetje in heel Amsterdam gebouwd wordt. Er is een gat ontstaan in de damwand van de bouwput van de Noord-Zuidlijn. Door dat gat stroomt nu grondwater en zand. Op dat zand is de fundering van 4 woningen aan de Vijzelgracht gebaseerd. En die verzakt doordat dat zand wegstroomt de bouwput in. Ze zijn beneden in de bouwput bezig met het stutten van de damwand. En later gaan ze die opvullen met materiaal wat snel uitzet, waardoor de damwand gestabiliseerd wordt. En hopelijk wordt daarmee de stroom van dat zand en water gestopt. Woont u hier nog een beetje plezierig? Dit is niet uit te houden in feite. Het duurt nog maar een paar jaar, hè? Nou, ik heb begrepen dat het nog 7 jaar gaat duren. Terwijl de bomen nu terug hadden zullen zijn. En je wordt gewoon aan een stuk door belazerd. Ja, vanmiddag werd bij het projectbureau Noord-Zuidlijn een persconferentie gegeven, waarbij verantwoordelijk wethouder Herrema, een schade-expert en een bouwkundig ingenieur aanwezig waren. In allerijl werd vandaag een persconferentie belegd met uitleg over wat er nou precies gebeurd was en wie voor wat verantwoordelijk is. Op enig moment, op een diepte van 12 meter, waar we deze week zo'n beetje zaten, bleek toch de plek waar die voegplank zat in ene veel meer water en ook een klein beetje grond te laten zien wat naar binnen kwam. En dat heeft ertoe geleid dat de aannemer heel snel aan de gang gegaan is. Ik weet nog dat Cohen en ik beide dat bericht kregen. Ik kreeg het trouwens als eerste van de bewoners, want die hadden mijn telefoonnummer gekregen. En we lieten elkaar dat berichtje zo zien in de raadzaal en we dachten, dit kan toch niet waar wezen? Dit kan toch niet waar zijn. En het tweede besluit om dat te gaan hervatten was zeer zorgvuldig genomen. We hebben echt alles laten checken voordat je weer gaat beginnen. En verdomd als het niet waar is, hij gaat nog een keer. Het ongelofelijke gebeurt. Direct na de hervatting van de werkzaamheden verzakken de panden van de Vijzelgracht opnieuw. Dit keer is ook Kees Winkel slachtoffer. Hij is nu voor het eerst in de Noord-Zuidlijn. Heel mooi. Imposant. Een soort ondergrondse kathedraal. Een postmodernistische ondergrondse kathedraal. Ik ging naar mijn eigen huis. En ik wilde de deur open doen. En ik kreeg de deur niet open, de voordeur niet open. Onze zoon was thuis. Ik denk, nou, die heeft mijn poets gebakken. Maar dat was dus helemaal niet waar. Die zei, papa, er gebeurt hier van alles. Nou, op dat moment, ik heb gezegd van, nou, meteen het huis uit. We hadden toen nog een hond. Neem de hond mee. En neem water mee en zo. En, want we hebben een tuintje. En we konden dan via onze buren, met wie we het tuintje delen, daar konden we ontsnappen, zeg maar. En nu hebben we helemaal niks meer. Het is gewoon afgelopen hier. En toen mochten we dus onder begeleiding van brandweerlui in vol ornaat, mochten we even naar binnen om wat spullen eruit te halen. En dat hebben we gedaan, maar nog gebeurde er eigenlijk niks. Van ja, waar moet je dan naartoe? De buurman die belde aan en die zei, je hebt gelijk, het is aan de beurt, hier om de hoek. Dus ik heb het niet van de Noord-Zuidlijn, ik heb het echt van de buren. En toen ben ik naar hen toe gegaan, gewoon als support en van wat gebeurt er. En eigenlijk toen ik weer terugkwam bij mijn eigen kinderen en mijn man, bleek dat de brandweer al zei van, jij mag ook je pand uit. Mijn middelste is morgenjarig, zijn nieuwe fiets staat in huis. Ik wil mijn fiets inpakken, ik wil nog even taart bakken, want ja, jeetje, je wordt maar 1 keer 7 jaar. Maar ik ben bang dat dit voor hem 1 complete chaos wordt. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik stond op een gegeven moment op de brug van de Prinsengracht en de Vijzelgracht te praten met de pers. En ik werd op mijn schouder geklopt en daar stond een heel jong politieagentje, een soort hulppolitieagent, of ik maar mee wilde komen naar het busje
wat klaar stond halverwege de Vijzelgracht. Dus ik ben met hem meegelopen, en al die pers ook mee en zo, dat zijn wel hele momenten hoor. En daar in dat busje, dat is een politiebusje, daar zaten mijn vrouw en de kinderen en de hond en buren. En ik zeg, wat gaat hier gebeuren? Nou, wat er ging gebeuren is dat wij, dat ze hadden bedacht dat we naar een nachtopvang voor daklozen zouden gaan. Nou, dat, ik zeg, ik laat me niet, echt niet, hier deporteren als een halve crimineel in een politiebusje. En dat doe ik niet. Niet alleen boos, gewoon kwaad. Laat die Herma nu maar komen. Ik wil hem eigenlijk over een half uur hier zien. En die mag afrekenen met deze zaak. En toen ben ik ook naar de bewoners gegaan. Ik heb wel voor de keuze gestaan, zal ik daar naartoe gaan of niet. Uiteindelijk heeft Joop Cohen altijd gezegd, recht op de shit af. Want shit blijft shit als je shit. Ook al is het, ook al wil je hem niet zien. Die hele monitorensysteem is een hoax. Daar zitten ook miljoenen van onze belastinggeld in. Ook dat zal ook opnieuw op bekeken worden. Ook ja, maar dat is 2 maanden geleden helemaal bekeken. En jullie hebben gezegd dat het heel niet goed werkt. We hebben zo vaak, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zo vaak gezegd van dit gaat fout. Ze zijn verdomme nog geen dag bezig om de voorbereidingen te treffen om weer te gaan graven. Ik heb met u in het Amsterdam ook heel veel vragen die ook echt beantwoord moeten worden wat hier vanavond gebeurd is. Ondanks alle zorgvuldigheid en rapporten en alle deskundigen er die er naar gekeken hebben. Er is geen zorgvuldigheid, de zooi flikkert in dit elkaar. Dit had ook mogen gebeuren, daar ben ik met u eens. Nee, ik ben ook nooit, ik ben zelfs op die Herma niet persoonlijk boos geweest. Maar hij vertegenwoordigde het systeem zoals dat was. En daar, ja, daar kun je je tegen verzetten. En dat heb ik gedaan. Bij de gemeente is de ernst van de situatie inmiddels duidelijk. Winkel en de andere gedupeerden krijgen in een luxe hotel onderdak aangeboden. Maar hun huis blijft onbewoonbaar. En wij kregen na 3 weken een lijst met woningen waar we uit konden kiezen, zeg maar. Wij en alle andere gedupeerden. Nou, we hebben daar uiteindelijk een huis gekozen. En dat. En we zijn verhuisd. Opeens mochten we. Werd het huis leeggehaald door een hele grote verhuisonderneming. Dat huis was, moet je nagaan, binnen een half uur leeg. Dat ging zo snel. Toen ben ik daar nog geweest. En de eerstvolgende keer daarna was 3,5 jaar later. En dat kan natuurlijk altijd erger, want we zijn er niet aan dood gegaan. Maar het was verschrikkelijk. Ja. En wie kan er wat aan doen? Nou ja, formeel dus wel de Noord-Zuidlijn. In de afgelopen dagen heb ik de conclusie getrokken dat met 5 jaar vertraging en honderden miljoenen meer kosten in een tijd van economische crisis de grens van mijn politieke verantwoordelijkheid is bereikt. Daarom heb ik besloten mijn wethouderschap te beëindigen. Een besluit dat mij zwaar valt. Was u ook opgestapt als u dat op deze manier was tegengekomen? Ik denk het niet. Het is ook zinloos gebleken. En de Noord-Zuidlijn is er uiteindelijk ook gekomen. De verzakkingen had Amsterdam helemaal niks mee te maken. Het was een bouwfout. Dat was niet de fout van de gemeente Amsterdam. Ik begrijp totaal niet waarom Tjeerd Herma dat destijds zo enorm naar zich toegetrokken heeft. En dat tot zijn verantwoordelijkheid gemaakt. Dat was helemaal niet nodig. Ik begrijp er echt niks van. Dus nee, ik zou dat niet gedaan hebben. Maar u kunt toch niet met droge ogen beweren dat als je als wethouder moet verkondigen in tijden van crisis dat je uiteindelijk meer dan 600 miljoen extra moet gaan betalen. Ja. Dat je daar dan geen politieke verantwoordelijkheid ook voor draagt. Natuurlijk moet je politieke verantwoordelijkheid dragen. Maar dan leg je het uit. Ja, als je dat helemaal niet kunt, en blijkbaar kon hij dat niet. Ja, dan houdt het op. Dan moet je natuurlijk niet doorgaan. Maar je had ook naar de bevolking van Amsterdam kunnen gaan en nog eens even heel goed uitleggen waarom zo'n investering belangrijk is. Dat het natuurlijk vreselijk is, 600 miljoen. Maar waarom dat belangrijk is. Het grappige is dat meneer Dales zegt dat meneer Herma gewoon door had moeten gaan en dit had moeten uitleggen, dat het eigenlijk een soort vlucht is geweest. Ja, ik denk dat Geert Dales ook, als hij in de schoenen van Herma had gestaan, dat had gedaan. Maar
Ik denk dat dat politiek gezien onmogelijk was. Totaal onmogelijk. Met een lijn die de kosten gingen voor Amsterdam op dat moment bijna 600% over de kop. Juist in een periode dat de stad voor bezuinigingen stond, de economische crisis diende zich aan. Het geduld met de Noord-Zuidlijn raakte op. Dat vind ik belachelijk. Dat vind ik echt belachelijk, want waarom? Het duurt me veel te lang. Ik hoop dus dat ik hem zelf nog mee mag beleven om er überhaupt gebruik van te kunnen maken. Ik ben er geen 18 meer. Het gaat nog 2 jaar langer duren. Weet het, ik heb het gelezen in de krant net. Wat vindt u ervan? Waardeloos, je had hem nooit moeten doen. Het duurt te lang. Als ik kijk naar dit gedeelte hier, zijn nu bijna 5 jaar bezig. Alleen maar van hier tot hier. Dus het was broodnodig dat er een politicus bereid was om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Voor mij is weggaan niet een heel groot prestige ding uiteindelijk. Het heeft wel persoonlijk flink effect gehad, dat kan ik zeker zeggen. Alleen ik vond dat vooral de verantwoordelijkheid voor wat er uiteindelijk uitkwam, belangrijker dat dat politiek ook werd genomen dan dat ik had. Ja, ik had ook blijven kunnen zitten. Goed, maar ik ben in ieder geval duidelijk geen pluisplakker, want anders had ik niet gedaan. Want het was mijn afweging uiteindelijk die ik ook aan het college heb gemeld. En ook aan de raad gemeld. En die waren zelfs een beetje boos, want zij vonden dat zij recht hadden om mij weg te sturen. Ook al was het nu niet gebeurd. Nou ja, kan verkeren. Ja, wat bezorgt ons al die stress en al die hoofdpijn? Ja, de Noord-Zuidlijn. Wat de slagader van de stad zou moeten zijn, is een open wond geworden. Iedereen vraagt zich af, hoe nu verder? Op creatieve wijze uit de Amsterdammers een onvrede. Noord-Zuidlijn, ik haat alles wat je doet. Als schreeuw je nog zo hard dat het echt... Die tweede verzakking, ja. En toen ging het echt mis met die huisjes. Die stond ook een beetje symbool voor de angst die de stad had. Dat het boren nog moest beginnen. En iedereen dacht, nou, met het boren, nou, dan gaat de hele stad de plomp in, zal ik maar zeggen. Ja. Gaat het door zijn hoeven en door zijn palen heen. Nou, ik trad natuurlijk aan na de verzakkingen en wat ik merkte was dat er eigenlijk algemeen wantrouwen was tegen de Noord-Zuidlijn, tegen mij als woordvoerder. Ik werd gewoon niet geloofd door uw collega's niet van AT5, maar ook door andere persmensen. Zeiden keihard in mijn gezicht, ik geloof je niet. Het is leuk dat je dat vertelt, maar ik geloof je niet. En dat gold ook voor mede collega's op het stadhuis bijvoorbeeld. Dat beloof ik. Dank u wel. En er komen weer 2 onderzoeken. Een raadsenquête. Het bleef een bijna autistische organisatie die alleen maar intern gericht was en de oorlog met de rest van de wereld aan het voeren was. Deze contracten had je niet in deze vorm mogen sluiten. Ik heb nog nooit zulke grote stelposten in mijn werk gehad. En een onderzoek van oud-minister Kees Veerman. Echt grote verrassingen waren er niet vanochtend bij de zeer druk bezochte persconferentie van de commissie Veerman. De Noord-Zuidlijn gaat er gewoon komen. Ook omdat stoppen volgens de commissie pure kapitaalvernietiging zou zijn. Stoppen met de Noord-Zuidlijn, dat betekent dat de uitgaven die gedaan zijn van 1,1 miljard tot dusver nog 600 miljoen zullen vergen in zijn totaliteit. En dan ben je dus 1,7 miljard verder en heb je niks. Doorgaan dus. Maar de kosten zullen behoorlijk hoger gaan uitvallen. Volgens Veerman gaat het project ruim 3 miljard kosten. €3,1 miljard. Dat is dan uiteindelijk het realistische bedrag. Amsterdam moet daarvan ruim 2 miljard betalen. In 1999 werd gedacht dat het 317 miljoen zou zijn. Het is ontstellend veel geld, maar nu de rekening op tafel ligt, is er ook ruimte voor verbeteringen en het inperken van risico's. De Noord-Zuidlijn is het grootste monitoringsproject ter wereld geweest en nog steeds. In 2010 is er een nieuw UurU en gaan de boren eindelijk de Amsterdamse grond in. Vanmiddag is het boorschild helemaal door de wand van de startschacht heen gegaan. De boor staat iets schuin, dus hij raakt altijd aan de bovenkant eerst de grond en dan later aan de onderkant de grond. En vanmiddag om 1 uur of 2 is het boorschild helemaal door de wand heen gegaan. Mooie dag voor jullie. Bijzonder moment. We hebben gezegd, als de boor de Amsterdamse grond raakt, dat is het moment waarop we echt zijn begonnen met boren. Nou, dat was vanmiddag om 1 uur of 2. En dan gebeurt er weer iets verrassends. De vrees voor de boor blijkt uiteindelijk ongegrond. Het boren verloopt uitstekend.
Onder de grond is natuurlijk waterspanning. Hè. In Amsterdam staat de grondwaterstand ongeveer gelijk aan het maaiveld. Dus als je 20 meter onder de grond bent, dan heb je 2 atmosfeer waterdruk. Nou, om ervoor te zorgen dat als je een gat maakt onder de grond, dat het water niet gelijk binnenstroomt, bevries je de grond aan de andere kant. Bevroren grond heeft 2 hele mooie eigenschappen voor ons. Het is kanonhard en het is hartstikke waterdicht. Dus door bevroren grond heen kan je heel goed een gat maken. Aan de binnenkant van dat gat bouwen we weer een nieuwe constructie op. En als die allemaal waterdicht is, dan zetten we de ijskast uit. En die mannen gaan dus in ploegjes van ongeveer 15, 16 man tegelijk door zo'n sluis als deze, gaan ze naar beneden om het werk uit te voeren. Maar waarom is dat nodig, dat ze via zo'n apparaat naar beneden gaan? Nou, de ruimte hieronder die is voorzien van verhoogde luchtdruk. En door de toepassing van die verhoogde luchtdruk is het eigenlijk het risico uitgesloten dat die bouwputbodem opbarst. Als je kijkt naar het boren van de tunnels, dan hebben wij nauwelijks setting teweeg gebracht. Dan praat je echt over een paar millimeter. Er zijn technische hoogtepunten te noteren. Ik vind het leuk, hè? Je staat helemaal te glunderen. Nou, dat is ook mooi. De ingrediënten voor een glorieuze dag voor de bouwers van de Noord-Zuidlijn. Het invaren van de tunneldelen, met name die eerste die onder het Centraal Station moest worden gemanoeuvreerd. Waarvoor we speciaal overhoeks, wat eigenlijk leeg stond, de lift hadden aangezet met een generator. Nou, dat was echt een fantastisch moment natuurlijk. En een heel bijzonder moment, een compleet platform in het water waar we precies konden zien wat er gebeurde. Is het nou bijna opwindend om hier naar te kijken? Nou, dat vind ik dus persoonlijk wel, ja. Huh? Ja, dat vind ik. Kijk, ik heb de eigen... Een beetje tintelen bijna? Ja, zeker weten. Als ik dat zo zie, ja. Het is nog een bouwput, maar dit is hoe het nieuwe station van de Noord-Zuidlijn bij Centraal Station eruit ziet. Ruim een jaar geleden werden de tunneldelen van de Noord-Zuidlijn afgezonken in de bouwput. Vandaag werd het metrostation verbonden aan de tunnel. Het station ligt 19 meter onder de grond en daarmee 1 niveau lager dan de huidige metrolijn. Bij het verbinden van de stationshal ontstonden de afgelopen maand nog wat problemen, omdat de ondergrondse waterstroompjes niet goed konden worden bevroren. De grond moesten wij bevriezen om uiteindelijk de wand, die hier nu niet meer is, eruit te kunnen slopen. En het ijslichaam wat we daarmee gevormd hebben, houdt eigenlijk de grond die buiten ons werk aanwezig is, tegen te houden. Door middel van chemische injecties en het toevoegen van extra koeling is dit uiteindelijk gelukt. En al in 2012 is het boorproces klaar en kan de Noord-Zuidlijn en de stations afgebouwd worden. Die laatste elementen, die gaan naar beneden op de boor zelf. Daar wordt die laatste ring geplaatst en dat is er klaar. Dat is afgelopen, dat werk. Beetje een jammer, maar ook toch zijn we blij dat we klaar zijn. Hè? Boren in de binnenstad, die Amsterdamse grond, de gebouwen die boven ons kop staan, die op oude palen staan. Ja, het was wel een klus. Het is gelukt. Steeds vaker komt er vrolijk nieuws vanuit de bouwput. En in 2014 is het dan zover. We hebben hier best wel lang naar uitgekeken natuurlijk, met z'n allen. Wij zijn vanaf 2011 al aan het werk op de Noord-Zuidlijn. En nu dan het eerste ritje in de grote getale vanuit de pers kunnen we het eigenlijk best wel uniek noemen. Wij lopen nu vast? Of? Er staat nog een stukje steiger in de weg. Dat halen ze nu weg, zodat we in ieder geval onze weg kunnen vervolgen naar Rokin. Beetje vertraging. We hebben een klein beetje vertraging, maar we gaan ervan uit dat hij gewoon in 2017 kan rijden. Het is één moment waar ik heel gelukkig van werd. En dat was dat we voor het eerst echt met de metro konden rijden met de pers erbij. We hadden persrit van CS naar Zuid of naar Europaplein. Naar Zuid geloof ik. Ja, gaat-ie. En we gingen rijden. En natuurlijk, je weet op papier 1 minuut halteren en dan hup. En ik weet nog, we knipperden met onze ogen. En Mark Kruiswijk van Parool stond naast me. En die stond echt vol verbijstering. Wat? De rij, we zijn al bij de rij. Dus echt, dat was zo'n bijzonder moment. Dat ik zelf ook dacht, wat gebeurt hier allemaal? En inderdaad, binnen 6 minuten waren we bij de rij. En dan merk je pas echt wat er is gebeurd en waar we het voor hebben aangelegd. Het zou wel heel gek moeten lopen dat we niet in oktober 2017 in de metro stappen. Oktober 2017? Ja, oktober 17. Absoluut, anders zou het er niet in staan. De kans daarop is volgens onze berekening op dit moment 99%. De heilige datum van opening sneuvelt dan nog 1 laatste keer. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken de zoveelste keer dat er uitgesteld wordt. 9 maanden is de vertraging die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat de Amsterdammer een goed en goed werkende Noord-Zuidlijn krijgt.
En dit is het dan. Vanaf 22 juli 2018 kan de Amsterdammer binnen een kwartier van noord naar zuid. Best snel als je beseft wat dat kwartier allemaal heeft gekost. Achteraf kijk je een koe in zijn kont. En dat geldt voor alles. Dat geldt zeker ook voor dit project. Met de kennis van nu weten we dat je A, een hoger budget had moeten vragen. Dat het dan hoogstwaarschijnlijk het hele project niet was doorgegaan omdat men toen had gevonden van kijk eens wat een hoop geld. Tegelijkertijd denk ik dat je over een jaar of vijf, als we weer dit filmpje maken, dat iedereen zal zeggen dat die Noord-Zuidlijn een zegen is voor de stad Amsterdam. En dat dankzij die ader die stad nog steeds leeft. Deze oplossing is gekozen, die Noord-Zuidlijn als eerste stap naar een nieuwe dimensie van de stad. Dat kun je niet stoppen, dat moet er zijn. Onder de Bosporus wordt ook een metro aangelegd. Die is veel gevaarlijker, kan ik je zeggen, want er zit ook nog een aardbreuklijn daaronder. En dat zijn twee contracten, twee aannemers die het hele contract runnen. En alle sores van onderaannemers en coördinatie en adviesbureaus is allemaal bij hun neergelegd. Daar kan je wat van leren, denk ik. Wij hebben hier is de 16 contracten opgeknipt om het allemaal mogelijk te maken, waardoor alle sores van coördinatie bij de gemeente kwam. Het tweede wat je kan leren is dat je wel kan denken dat 4% verantwoord is, maar dat is de grootste onzin die je kan bedenken. Heel vaak gaat het goed en soms gaat het wat minder goed. Ja, en dan is dit wat je krijgt. Mijn troost is dat de wereld vol staat met megaprojecten waarbij sprake is geweest van een enorme kostenoverschrijding, die uiteindelijk een daverend succes zijn geworden. De metrowet die oud-journalist Henk Hofland ooit formuleerde was dat elke metro een drama is totdat hij gaat rijden. Maar uiteindelijk is het prettig dat hij er ligt. De toegevoegde waarde zal nog navenant toenemen op het moment dat je hem aan beide kanten verlengt, de regio in. Maar het is natuurlijk fantastisch dat je in een paar minuten van Hartje binnenstad naar Noord kan.